Mark. Nee, ik heb het toch niet bij. Kom. Vind je toch vervelend? Nou. Ik vind het niet gezellig. Nou. Hallo allemaal. Oh nee, heb ik heel veel zweet. Wat doe jij nou? Wat was dat? Ja, dat is zo'n ontzettend onhandig blouseje. Wat op zich, wat vind je ervan? Staat het leuk? Doe eens even gewoon zo. Staat het leuk of is het een beetje truttig, dit zo truttig? Het is niet echt mijn stijl. Het is heel fashionable. Dus je vindt het niet leuk? Het is fashionable. Maar goed, het is dus zo'n spul, zo'n zweetspul. En als je dan... Pardon? Maar goed, het valt mee. Kijk eens wat ik heb! Dat ging echt all over the place. Ja, maar het is ook al waar hebben we het over? Dus dan word ik echt... Je weet gewoon niet meer waar je het over hebt. Wil ik dingen zeggen? Wil ik niet dingen zeggen? Beter van niet. Echt. Oh. Nou, kijk! Tada! Food! Ik heb boodschappen gedaan. En, ja. Wat veel. Ja. Vandaag hebben we geen... Of niet vandaag. Deze week hebben we geen HelloFresh. Dus ik heb wat meer dan normaal. En nou ja, laten we maar een beetje... Je gaat je eigen HelloFresh. Nou, we beginnen bij de noten. Bij de nootjes. Ik heb cashewnoten. Ja. Ik koop geen chips of snoep meer echt. Dus maar noten vind ik nog wel dat we dat mogen eten. En zelfgemaakte popcorn of zo. Dus ik heb noten. Ik weet niet welke noten, maar dit zijn heerlijke noten. Ja. Nou, deze, dit is voor koken, maar dit heb ik verkeerde gekocht. Want het moesten eigenlijk gezouten zijn. Maar dan gooi ik er zelf zout op. Is niet zo erg. Knoflookpoeder. Als we pizza halen, vind ik het persoonlijk lekker om een knoflookpoeder op te doen. Really? Maar die hele goedkope... nooit zien doen. Nou, dat doe ik de laatste tijd. Oh, okay. Maar de goedkope, daar zit gewoon suiker in. Nou, ik vind dat zo raar. Ik koop knoflookpoeder. Ik koop niet andere dingen. Ja. Maar goed, dit is dus alleen maar knoflookpoeder. En leuk, dat doe ik dan wel zelf in een bakje. Groentebouillon. Dan heb ik allemaal afbakbrood. En nou... kopen we dit of eten we dit niet zo heel erg vaak. Maar de laatste paar dagen dacht ik elke keer... ik heb geen brood. Ik heb geen extra iets om voor soep of iets dergelijks. Dus, nou ja. Ik heb 4 Italiaanse bollen. Een ciabatta. En 2 pakken met bruine pistoletjes. Dan suiker. Nou, dat koop ik ook bijna nooit. Die was eindelijk op. Zit hier... Suiker? Suiker zit wel suiker. Er zit geen knoflook in. Dat is dan heel goed, hè? Ja, precies. Dat vind ik ook wel. Dus dat gaat de goede kant op. Even kijken wat logisch is. Wat een logische manier is van... Kan niet. Nee? Dit zijn shallotten. Wat zijn shallotten? Ui, maar dan minder... Er zijn mensen hier die nu luisteren. Wat zijn shallotten? Zei die dat nou? Ja, zeker. Ja, nou, hij kookt ook nooit, dus dat is lekker handig. Ja. Shallotten heb ik gekocht. Paprika, een courgette, 1 komkommer. Nee, zie je 2. Ik dacht al, zag je? Hoorde je mijn toon? Oeh, dat is verdiend lekker. En rode peper, tomaatjes, gedroogde tomaatjes. Dit was in de aanbieding. Ik denk, dat zijn gewoon kant-en-klare pannenkoeken. Matteo is nu ook pannenkoeken aan het maken. Matteo! Banaan. Matteo! Ja. Kijk, kom eens, Mark. Oh. Kijk eens, Kom, hou nou toch eens op, je bent zo vervelend. Wat is happening? Matteo's pannenkoek aan het bakken, dat was het. Nou, goed. Zo, hartstikke leuk. Maar dit is voor de lunch en dan hopelijk niet voor morgen, want dat is een beetje onzin. Dit zijn mijn amandelen. Die zijn lekker, vind ik. Ongebrande amandelen, die zijn voor mij. Hey, kom jij ook eens eventjes. Iedereen vond het zo gezellig dat je er eventjes zo 2 seconden... Ik ben het andere douche geweest. Oh, maar dat is even 2 seconden. Kijk maar. Ja, nou, kijk. Hartstikke leuk. Weet je, dat ze nog bestaan en zo. Ik dacht dat ik een. Misselijk zijn, dan weet ik het ook niet. Ik dacht dat ik een hele andere had besteld. Maar blijkbaar. Ik vertelde laatst helemaal een verhaal over dat ik mijn haar had geverfd. En dat die wat beter pakte. En dat die in de aanbieding was. Ja, kijk, ik ben minder grijs. Oh, hij pakt niet zo goed, hè? Even vingers erop. Misschien dat hij dan. Dit moet je er allemaal uitknippen. Oh. Terwijl hij aan het focussen. Nou, leuk. Hij wil niet focussen. Nou, laat dan. Zo interessant is het toch niet? Maar goed, dit is helemaal niet wat ik wilde. En hij focust instant. Dat was echt. Ja, zo moet het. Jongen. Dan heb ik deze pearls. Ik vind het veel te duur, maar ik vind het fijn. Volgens mij was het 2 voor de prijs van 1. Dus dan vind ik op zich het een goede deal. Eindelijk weer de gele kiwis. Ik heb ze zo gemist. Ik vind gele kiwis zo lekker. Zoveel lekkerder dan groene kiwis. Die lust ik ook. Is allemaal prima. Maar de gele kiwis vind ik lekkerder. Dan ga ik even zo om het hoekje. Gember heb ik gekocht.
3 van deze zakjes is natuurlijk eigenlijk onzin. Maar de andere wortels die waren op. En ik wilde dit meenemen naar mijn werk. Dus ik heb dit. Limoenen heb ik. En citroenen. When life gives you lemons. En serré. En ik heb geen idee waarom ik dit heb gekocht. Maar ik denk dat dat komt door... Ik heb een vegetarisch kookboek van Jamie. En daar is vast een recept waarvan ik dacht dat ga ik maken. En daar zit dit in. Wat vind jij allemaal van het eten? Valt je niet iets op? Heel gezond allemaal. Heel veel groenten. Taugé en serré en rare ui. Het is een shallot. Dat bedoel ik. Ik ga dit even verplaatsen, want het is... Verplaatsen. Dan heb ik ricotta, want ik ga een keertje cannelloni maken. Ik heb bramen voor Mika. Bieten. Bieten, ja, bieten, heel goed. Tofu. Oh my god. De familie Maas aan de tofu. Nou, ik ben heel erg benieuwd of ik daar iets mee kan maken, hoe het smaakt. Of het lekker is. Misschien, je gaat nu al vanuit dat het niet lekker is. Ik ken tofu. Het is niet alsof ik dat voor het eerst ga proeven. Maar de point is hoe je het klaarmaakt. Kroephoek, lekker. Ja, dat is voor de nasi die ik ga maken. Nasi. Is de knoflook. Ta-ta-ta-ta. Bosuitjes. Spersiebonen. Peen. Pompoen. Bladspinazie. Dit is voor de cannelloni. Crème fraîche. Geraspte mozzarella en 2 pakken kaas, rijstnoedels, poedersuiker, heel veel wijn. Ik wist niet dat ik heel veel wijn had gekocht, zoveel wijn had gekocht, maar goed, wijn. Kokosmelk, 2 blikken, veel melk. Ja, en waarom ook nog eens een... Omdat jullie meer dan 4 liter per week opmaken. Het is altijd net aan. Oh, en dan moet ik op maandag een pak shaving gel, was dat op? Die is voor mij. En deze moet ik ook eventjes, die is ook voor mij. Mijn scheermesje was een beetje... Klaar. Dan heb ik ketchup en zweet. Oh, je volgende keer weer in de keuken, want het gaat echt alle kanten. Ja, sorry, doe ik het niet handig? Nee, het is een ronde tafel. Nee, niet de bramen nu opeten, want we gaan zo eten. Een gat op de tafel. Er is nu gewoon... Waar lag dat? Dat kan toch niet? Dat is gewoon... Hoppa, dankjewel. Niet gooien met steenfruit. Ja, precies. Ja. Allee. Nu weten we ook meteen wie het is. Ja, precies. Nou, kom. Deze had ik ooit een keer, 2 weken geleden gekocht. Voor de jongens. En dit ruikt lekker. Dat vinden zij ook in hun kamer. Dat maskeert het allemaal een beetje. Dus, hè, wat dat maskeert is, dat allemaal? Ja, nou geurtjes. Alvast valt het nu mee, want ze gebruiken allebei nu. En dat is die witte crème, daar ben ik heel fan van. En dat helpt echt... Dus die geuren die vallen op zich wel mee. Maar het is gewoon lekker om een lekker geurtje in je kamer te hebben. En alles gewoon? En dit was het. Jesus, gosh. Ja? Wat vind jij er allemaal van? Kom eens even in beeld. Wat heb je hiermee gedaan? En zeg, dit is groentebouillon. Wat heb ik ermee gedaan? Ik heb het gekocht. Wat heb jij ermee gedaan? Ik heb het zojuist weggegooid op tafel. Wacht, okay. Moet ik nou weer... Kom eens even, ja? En dan doen we even. Wat vind jij er allemaal van in het leven? Wat mist er op deze tafel? Blijkbaar chips. Vlees, ja, en vlees. En vlees, ja. En snoep. Oh, wat zijn we goed bezig. Nou, ik vraag me af hoe lang we het volhouden. Ik zie een duif in de tuin. Vlees! Nee. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Smelt een pretty. Doei.